Ik maak me zorgen over de toekomst van de sport. Op dit moment ligt er een nieuwe online kansspelwet, waardoor de bijdrage van de loterijen aan sport, cultuur en andere goede doelen ernstig bedreigd wordt. Een breuk met een eeuwenoude traditie van loterijen voor de samenleving. Dit mag niet gebeuren. Hoe werkt een loterij nu eigenlijk? Bij een loterij denk je aan het kopen van een lot en het winnen van een prijs. Maar dat is slechts een deel van het spel. Tot wel 50 cent van elke ingelegde euro gaat naar de samenleving. Dat levert 750 miljoen euro per jaar op, waaronder 65 miljoen voor de sport. Dat geld is onder andere goed voor sportverenigingen, de opleiding van topsporters en voor sportveldjes zoals die van mijn foundation. Maar ook voor cultuur en vele andere goede doelen. Loterijen en al die mensen die zo trouw meespelen, verrijken de samenleving. Het kabinet zegt wel dat ze de 750 miljoen van loterijen voor de samenleving erg belangrijk vindt, maar handelt anders. Het huidige wetsvoorstel geeft alle ruimte aan internationale, commerciële gokbedrijven die geen geld af hoeven te dragen aan goede doelen. Zij zijn uitsluitend gericht op het maken van winst voor zichzelf en niet op het beter en mooier maken van Nederland. Ruim baan voor commerciële gokbedrijven leidt tot verdringing van de loterijen, waarbij hun bijdrage aan de samenleving uiteindelijk sterk zal teruglopen. De vraag is, willen we dit? Nee, natuurlijk niet. Wij vragen het kabinet om een wet te maken met goede regels voor online kansspelen en bescherming van de opbrengst uit loterijen. Als je werkelijk hart hebt voor Nederland, moet je de positie van loterijen versterken, niet verzwakken. Alleen dan wint de hele samenleving.